Ik had afgelopen zondag een artikel over dit setje van maskers dat ik uit Hongkong had. My Beauty Diary heet het, geloof ik. Nou, zoals je ziet, ik kan dus echt niet lezen wat erop staat. All in one, dat weet ik wel. Maar ik had dus op een gegeven moment online gevonden wat dit precies was. En het schijnt dus echt een heel populair merk te zijn in Aziatische landen. En ik vroeg aan jullie, welk andere masker willen jullie dat ik test? Want de doos zit dus helemaal vol met verschillende maskers. Nou, er kwam van alles voorbij, maar ik denk dat de meest opvallende was dat jullie de Bird's Nest Mask wilden zien. Dus die ga ik even zoeken. Hebben ze gevonden, dit is hem, de Bird's Nest Mask. En die ga ik voor jullie vandaag gebruiken. Ik heb geen idee wat het met mijn huid doet. Kijk, het staat er in het Chinees, je ziet wel de ingrediënten in het Engels. Maar verder, ik heb geen idee. Dit is een Bird's Nest Mask en door jullie tips ben ik erachter gekomen dat je dus ook dozen kan kopen met één en hetzelfde masker. Dus je zou zeg maar zo'n grote doos van 15 met Bird's Nest Masks kunnen kopen. Ze zijn in Nederland niet te koop, maar wel heel veel online. Er is ook wel een of ander winkeltje waar ze alleen maar Aziatische maskers verkopen en zo. Dus het is wel te vinden. Ik haal hem maar uit. En zoals jullie misschien weten ben ik fan van het Action masker, dus die sheet mask, maar dit is echt gewoon zoveel cooler. Kijk, er zit ook, nou, dat kan je niet zien, maar er zit nog helemaal liquid in. En dit is ook helemaal doordrenkt met vocht, dus met het masker. Kijk. Zo. Dit is het. En er zit ook nog plastic op, dat moet ik er dan nu afhalen. Dus dit ga ik er nu afhalen. Zie je, het is helemaal vocht ook. Het is echt helemaal doordrenkt nat. En dit ga ik nu aanbrengen op mijn gezicht. Met het vorige masker had ik een probleem dat mijn gezicht gewoon niet past. Het is natuurlijk echt gemaakt voor mensen met een Aziatisch uiterlijk. En mijn ogen zijn gewoon te ver uit elkaar. Mijn neus is te groot, maar maakt niet uit. Kijk, hij plakt ook echt ideaal. Zo, ga er een beetje overheen. Ja, mijn lippen zitten eigenlijk ook niet goed. En ik had dus op internet gelezen dat als je dan op je vingers hebt, dat moet je in je nek masseren. Ik kan niet echt duidelijk praten, maar het enige wat ik nog wil zeggen is, er waren nogal wat opmerkingen over dat dit dan zeg maar whitening mask zouden zijn. Klopt, in Aziatische landen heb je heel veel producten die whitening zijn. Nou, er zijn inderdaad gevaarlijke producten die je gezicht bleken en zo. En echt gewoon die je huid kunnen verpesten. Maar dat zijn heel vaak producten die gewoon echt, illegaal zijn, dat soort dingen. Maar je hebt dus gewone producten, zoals bijvoorbeeld maskers zoals deze die whitening werken. En het enige wat ze doen is, ze lichten je huid een klein beetje op. Wat op zich wel goed kan zijn, als je bijvoorbeeld pigmentvlekjes hebt. Nou, ik heb superveel pigmentvlekjes hier en ik wil best daarvan af hoor. Ik ben best wel bereid om een whitening product te gebruiken om van die pigmentvlekjes af te komen. Dus op zich, je ziet het ook niet. Kijk, als je nou elke dag 3 keer per dag een whitening cream op gaat smeren, kijk, dan word je bleek. Maar met zo'n maskertje valt dat echt wel mee. Jullie zullen het zo zien. Dus ik ga dit er nu 20 minuutjes op laten en even chillen en dan kom ik zo weer terug. Oké, er zijn nu ongeveer 20 minuutjes voorbij. Ik ga het masker eraf halen. Hij is heel lekker cool, voelt hij. En ik heb echt serieus pas na 10 minuten dat ik zoiets van, wow, hij begint nu echt wat te doen. En mijn huid is helemaal aan het tintelen en zo. Zo. En dit zit nu echt een dikke laag jelly op mijn gezicht. Dit moet ik nu inmasseren. Zo handig, echt. Als ik zulke soort dingen tegenkom, dan google ik het gewoon. En dan vind ik gewoon Aziatische blogs waar dat dan helemaal vertaald is en zo. Dus, voor zover ik weet, moet ik dit nu gaan inmasseren. Het duurt nog wel even, het is echt best wel een dikke laag. Het is nu ingetrokken en mijn huid voelt echt goed. Je ziet nog wel een heel klein beetje wat jelly op mijn gezicht. Maar het is echt een soort basis voor make-up. Ik zal nog heel even laten zien in het zonlicht hoe mijn huid eruit ziet. Leuk weet je, je kan dit gewoon uitspoelen en opnieuw gebruiken. Ja, je kan dit zeg maar wassen en dan dip je dit in bijvoorbeeld een do-it-yourself masker of gewoon je eigen homemade iets. Misschien een gewoon nat masker en dat kan je dan weer op je gezicht leggen. En super handig. Je kan het ook zelf maken van een tissue en zo. Alleen vaak gaat dat kapot en dit is echt zeg maar, dit kan ook kapot zoals je ziet. Dit is echt bedoeld om, ja, net, het is net iets steviger. Dus even in het zonlicht kijken. En dit is hoe mijn gezicht eruit ziet na het masker in daglicht.
Nou, ik ben niet witter of zo. Het zou wel echt heel fijn zijn als die sproetjes en pigmentvlekjes, zeg maar, zouden verdwijnen. Maar dat duurt nog wel echt heel erg lang wat betreft whitening producten gebruiken. En dat heb ik, ja, het is voor mij niet hoofdnoodzakelijk of iets. Maar ja, fijn spul. Het voelt ook echt goed als basis voor mijn make-up straks. Dus als je denkt, wat heeft zij veel filmpjes de afgelopen tijd? Misschien heb je het gemist. Ik ben deze hele maand augustus video's aan het maken. Elke dag. En inmiddels heeft het een naam gekregen. Augustus Cinnamon. En ja, ik zou zeggen, subscribe op YouTube. Zodat je mijn filmpjes kan volgen. Ik ga dus elke dag één online zetten. Subscribe, favorite je lievelingsfilmpjes. En volg mijn blog beautyglass.nl. En ik zie jullie morgen weer. Doei!